Concreet willen we dat ze alle banden met de fossiele industrie verbreken. Maar dat is ook een opvatting die niet door iedereen gedeeld wordt. Waar op de ene school examens worden gemaakt, wordt op de andere school actie gevoerd. Klimaatactivisten hebben sinds vanmorgen de Hogeschool van Hal Larenstein in Velp bezet. De activisten zijn niet van plan daar weg te gaan tot de directie hun klimaateisen heeft ingewilligd. De actievoerders hebben een tent opgezet in de aula en spandoeken opgehangen. Concreet willen we dat ze alle banden met de fossiele industrie verbreken. En alle banden met de grote vervuilende bedrijven verbreken. Die mening die snap ik helemaal. Maar het is ook een opvatting die niet door iedereen gedeeld wordt. En wij staan voor als kennisinstelling voor een grote organisatie waar vele manieren om tot duurzaamheid te komen geaccepteerd zijn. Verder willen de actievoerders dat de hogeschool de lessen veel meer laat gaan over klimaatrechtvaardigheid en klimaatverandering. Ja, we gaan nu de druk iets verhogen om de directie echt duidelijk te laten maken dat we snel actie willen. De wereld staat voor een urgent dilemma. Er moet op alle vlakken moeten dingen gebeuren. Daar zou je de urgentie en de mate van belangrijkheid van moeten inzien. Ik ervaar dat nog niet serieus genoeg opgepakt wordt. Bij de actie die de hele dag rustig is verlopen zijn zo'n 15 activisten betrokken. De lessen op de hogeschool hebben er volgens een woordvoerder geen last van gehad. De actie mag daarom wat de directie en de gemeente betreft voorlopig doorgaan. De directie heeft ook aangegeven met de klimaatactivisten in gesprek te willen gaan.